I ask you about love, but they quote me a son. You've never looked at a woman and been totally vulnerable. Oh my God, put an angel on earth just for you. Hey Google, zet mijn lampen aan. Daar ben ik weer met een gloednieuwe video op Even Kijken. En vandaag ben ik hier met een roomtour video, want heel veel mensen, oftewel mijn klasgenoten, vroegen erom om een roomtour video op te nemen. En hier is hij dan, de roomtour. Als jullie niet weten hoe mijn oude kamer eruit zag, het was echt gewoon gele muur, ja, geelachtige muur, heel erg lelijk, oud bed. Mijn setup is nog steeds hetzelfde gebleven. TV hangt weer. Hij hing niet, daar stond mijn PC op, maar nu hangt hij weer. Ik heb een nieuw bed gehaald. Het is een tweepersoons boxspring, 1,40 bij 2 meter. Ik heb allemaal dingen opgehangen op mijn muren. Zoals jullie zien is het thema space, omdat ik dat gewoon super interessant vind. En het is gewoon dreamy, dus je krijgt gewoon een dromerig gevoel van. Als je naar die dingen kijkt, als je er goed over na gaat denken, denk je van, hoe de fuck is de aarde rond? Nee, hoe de fuck zijn wij zoiets kleins en zoiets groots? En dat heb ik me dus afgevraagd. En heb ik allemaal geen onderzoeken. Ik ging er op in verdiepen. En dan ben ik op dit gekomen. Want dit vind ik echt super vet. Ik heb bijvoorbeeld hier een poster van Earth, Mars. En een astronaut die is geverfd. Die een beetje uitlekt. Ik heb hier een heel groot poster. 1,44 bij 58 uit mijn hoofd. Weet niet zeker. Een poster van een solar system. Oftewel de Melkweg. Ik heb hier ook nog 3 planken opgehangen, zoals je ziet een beetje. Op degene heb ik een maan, die heb ik gekregen van mijn vriendin, een lichtgevende maan. Daarnaast heb ik de stars, en daarnaast heb ik de stars en de moon. Poster bijgezet, zo. Daaronder zag je de oude Super Nintendo spellen van mijn broers. Die heb ik daaronder gezet, omdat dat ook gewoon best wel vet is van hoe het van oud tot nu is met games. Dat vind ik echt super vet om te zien. En daar bovenop heb ik gewoon de random shit staan, zoals 2 bierflessen van Leffen en mijn cameratas en zo'n wit poppetje, zo'n houdertje. Fuck random, maar mij niet uit. En waar mijn camera nou op staat, dat is zo'n plankding. Ja, niet zo'n plankding, zo'n metalen aluminium ding. Waar ik mijn Nest Home Mini op heb gehangen. De tweede generatie Nest Home Mini. Die heb ik vandaag binnengekregen zelfs. Ik had eerst de Google Home Mini. Dat was de eerste generatie van de Google Home Minis. En nu heb ik de Nest 2 Mini. En als je niet kan kiezen tussen de twee, ik zou gewoon gelijk voor de Nest 2 Mini gaan. Omdat die gewoon nieuwer is, beter geluid, betere microfoons en meer bas. En ik hou van bas, dus ik ben voor deze gegaan. Daarnaast heb ik de Philips lamp met de Philips Hue lamp erin. Om mijn bed hier heb ik kerstlampjes opgezet. Die is verbonden met een D-Link verdubbeldoos. Die is verbonden met een D-Link. Hier op mijn bed heb ik kerstlampjes opgezet. En die is verbonden met de D-Link stekkerdoos. Daarop heb ik 4 stopcontacten erin. Die kan besturen via mijn telefoon of met mijn Google Home Mini. Google Nest Home Mini, mijn fout. Dat is ook hetzelfde met, ik heb daar ook nog een... Ik begon eerst met de Philips Hue lampen. Dat zijn deze 3. Dat zijn gewoon de normale standaard lampen. Die kunnen niet van kleur veranderen. Ook niet van grijs naar heel lichtblauw of zo. Gewoon wit. En daarna heb ik de Philips Hue LED strip gekocht. Daarna heb ik nog een Philips Hue LED strip gekocht. En daarvoor had ik nog zo'n stopcontact ding van Philips Hue ook nog gekocht. Om te kijken hoe het in zijn werking ging. Dus ik heb daar nou een slimme stopcontact. En ik heb daar 4 slimme stopcontacten. Super fijn. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer en like hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat duimpje omhoog. Blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Over een maand of 2 of 3 of 4 of een half jaar. Dat zien we nog wel. Wat zei ik ook weer? Als ik... Nou, dat was ik dan later. Houdoe.